Goedendag allemaal en welkom bij een videootje van Woutje van Butten. Goedendag allemaal. Vandaag ja, een soort vervolg videootje van de vorige video eigenlijk. Had ik ook de farming tablet, maar nu laat ik het even zien hoe het werkt en wat je daarmee kan doen. Rechts zie je Farming Tablet notificaties en dan zie je daaronder Factory overzicht. Dan gaat hij alle fabrieken langs die in de Noord-Friese Mas zitten. Daar zitten we nu in. Nou, bierfabriek, wiet leeg, melkerij. Mulkerij, water empty. En zo gaat hij alle fabrieken langs. Bij de opsvarm, bij de appels. Lege pellets zijn empty. En zo kan je zien in één opslag ja, wat er gaat gebeuren. Dit, iedere keer als je opstaat. Dan heb je dat. Nou, bovenin gaat geld rollen. Ik heb wat bij de winkel verkocht, dus dat is lekker aan het lopen. Ruim 8 miljoen nu, dus nou, dat gaat lekker. Maar als hem opstaat, dan krijg je altijd notificatie rechtsonder of rechtsboven. Dat heb je altijd met, als je het spel opstaat en je hebt daar Farming Tablet staan. En dan moet je, ja, die, ja. Dus nou eens kan je zien, nou, geldcassettes bij de hoofdappels is voor, hè, dat zie je in één overzicht. Dat stopt hoor, dat gaat zo weg. Dus als je alle fabrieken hebt gehad, dus de fabriekscripts, dan ja, gaat hij de. Dan zie je hem niet meer. Goed, we gaan even de tablet even pakken. Doen met Q. Lopen we even naar buiten. Goed, druk op Ctrl-Z. Dus Ctrl-Z. Dan heb je het menutje. Of je hebt de tablet, zoals het heet. Daar kijk. Heb je, nou ja, als je apps moet kopen, dan klik hierop en dan zie je hier ja, alle apps die je moet hebben. Maar ik heb alle apps heb ik gedownload. Dus dit zijn nou alle apps die ik kan gebruiken. Nou, dit zijn de dieren. Nou, dat is één klik. Nou, de kippen. Nou, het nummer van kippen zijn 25 stuks. Nou, ze hebben al 64 eieren. Bij de koeien 107 stuks. Hoeveel melk er is. Slurry er is, liquid slurry, en je kan ook zien de productie en de dirt. Nou, oké, okay, ze zijn aardig smerig. Stroom moet erheen, hooi of wiet moet erheen, en dit is kraagvoer. Nou, dat is leeg. Bij de varkens net zo. Dan zie je een aantal dingen, hoe dirty ze zijn, stroom moet erheen en dat soort dingen. Nou, eurtvruchten zijn, nou ja, dat zie je bij dat sterretje, zijn aardappels of suikerbieten. Dat zijn de varkens en dat zijn best aantal wat. Dus binnenkort moet ik even naar het slachthuis toe om een paar erheen te brengen. Nou, bij het schapen net zo eigenlijk. Die staat op productie op 100%. Nou, deze staat op 91%.
bij de schapen zijn 100%. Dus ja, dus dit zijn de dieren. Nou, dan ga je, klik hierop, dan ga je naar buildings en objects. Nou, dit zijn drie recente nieuwe storage house, storage amount, silo, bunkersilo's. Nou, dat heb ik in het vorige videootje al ook een beetje uitgelegd. En het is horse management. Dat gaan we zo kijken. Nou, dit is de fabriekscript. Zoals dit rechtsonder, rechtsboven in beeld ziet. Dat zijn de fabriekscripts. Ctrl Z weer. Dan ga je weer terug. Nou, dit zijn de silo's van FarmingTech. Nou, daar moet je echt die silo's voor hebben. Ik doe het even en ik zie hier niks. Nou, dus op de Noord-Friese Mas gebruiken ze geen FarmingTech silo's. Ik zal zo even laten zien hoe ze eruit zien. Toen hebben ze een paar mensen gezegd, ja, maar kan je niet wat maken wat, ja, anders moeten we apart deze silo's inbouwen. Hè? De mapmakers die zeggen van, ja, oké, is er iets wat anders kan? Hè? Dit is echt silo's van FarmingTech. Dat wordt gebruikt in onder andere Stappenbach. He, daar kan je het wel gebruiken. Maar hier op de Noord-Fries en een paar andere mappen kan je niet gebruiken. Maar ik laat het even zien. Gaan we naar. Dit is een van de nieuwere appjes. Source Amount. Nou, hier kan je wel zien wat je hebt. Nou. Op de Noord-Fries heb je drie silo's, drie landbouwsilo's. Nou, het puntje, het rode groene puntje, ja, staat voor een silo. Nou, op de boerderij is dat. Nou, hier kan je zien wat erin zit en de capaciteit, hoeveel capaciteit je hebt. Je hebt 3,2 miljoen. Kan je erin. Nou, je hebt een tarwe, gest 0, mais heb je 0, gras, sheet heb je ook 0. Nou, en de rest kan je zien wat je allemaal hebt in, op de boerderij. Nou, ga je even naar de andere, switch die naar de tweede silo. Nou, in die tweede silo zie je het ook. Wat er allemaal is, nou, is niet veel. Kan ook weinig in deze silo, kan een miljoen in. Ja, capaciteit is. Oh ja, dit, wacht even, dit is de totale capaciteit, van de drie silo's. Ja, dus dit is de capaciteit van de drie silo's op de map eigenlijk. Dus hij telt op. Hier, dit is bij de rundeboerderij is dit. Nou, je kan zien, is niet veel in. Nou, we gaan naar de derde silo. In de derde silo zit nog totaal niks. Dat is bij de eierhoofd of bij de, ja, kippenboerderij noem ik het eventjes. Nou, daar is nog 0,0. Nou, je ziet het, ja, het loopt een beetje uit hier. Het is nog niet helemaal juvenet, vind ik. Dus ja, ze moeten dat, maar ja, oké, het kan altijd verbeteren. Dus het loopt even uit het scherm, dit, 3. En dat is met die rest ook, denk ik. Kijk, het loopt allemaal uit de beeld 3. He, je kan net zien wat het is. Dit kan je net niet zien wat het is.
Maar in ieder geval de drie kan je net niet zien. Of ze moeten naar hoger of ze moeten naar een LED-type gebruiken of zo. Of ze moeten het anders indelen. Even een slok koffie, jongens. Dus dat is het nadeel eventjes. Maar ja, oké. Is altijd verbetering mogelijk. Dus je hebt de storage overzicht. Je hebt drie silo's. Compost, kijk hier, dit is, ja, kan je net zien. Maar die andere heb je nog twee, kan je niet zien wat het is. Maar ja, als je een kleine lettertype gebruikt of zoiets, of een andere indeling, dan kan je dat wel zien. Dus op de Noordfries heb je drie landbouwsilo's. Dit is de totale capaciteit van deze drie silo's. Het is niet één silo, maar dat is de totale capaciteit van drie silo's op de Noordfries. Goed, dat was de storage. Deze werkt dus niet. He, alleen waar Farming Tech dit heb staan. Wat ik zei van in de Stappenbach zit dat systeem in. Goed, Storage House. Dat is, dat heb ik in de vorige video laten zien wat het inhoudt. Er zijn vier opslagschuren. Eén schuurtje voor vierkante palen. Daar kan gras, hooi en stro in. En je hebt ronde palen. Dat laat ik even zien. Dat heb ik hier laten zien. In de vorige video. Dit is de wood. Ik heb de ronde balen niet in. Maar er zijn vier schuurtjes. Dat zie je. Kan er erin. 110 van deze pellets kan er in het schuurtje. En ik heb drie in het schuurtje staan. En dit is de liter eigenlijk. 483 liter. Nou, de bord net zo. Nou, ik heb er twee van de 27 en is 8000 liter. Square bale, dat is vierkante palen. Die heb ik erin. Nou, ik heb hooi. 54 van de 108 heb ik erin. Hij telt af, hè. Dat heb ik ook laten zien. Als je erin gooit, dan gaat hij af. Af halen. Dus die 108 gaat hij daar afhalen. Of die 54 haalt hij daar af. En nou ja, kan je precies zien hoeveel balen je nog hebt. Kan storage. Nou, square bale stro heb ik nog niet. Square bale grasbalen heb ik er 77 van de 108 of 4000 liter. Maar dat heb ik in het vorige videootje laten zien hoe dat werkt. Goed. Dit heb ik ook laten zien in een vorige videootje. Dat is de bunker silo's. Dat zijn de gloos silo's. Dat zal ik even laten zien wat ik daarmee bedoel. En dan krijg ik weer allemaal rare dingen. Jij met die gleufsilo's, ja. Nou, dit is een van die schuurtjes. Ik loop een beetje hard. Dit is namelijk zo'n gleufsilo. Ik noem het even gleufsilo. Je kan er doorheen lopen. Dit zijn gleufsilo's.
Dat wordt weergegeven. Ctrl-Z weer. Nou, oké. Okay. Nou, daar ben ik geweest. Of daar is. Nou, je hebt er 20 stuks op de hele Noord-Friesmas. Je hebt hier en daar hele grote silo's. Ja, ja. Hele grote silo's heb je staan. En die worden niet meegerekend. Want je weet, hier op de Runderboerderij hebben we één silo. Hebben we helemaal volgedouwd met 6 miljoen liter zit erin. Die wordt niet weergegeven. Dus alleen die gleufsilo's waar ik net in liep, die worden weergegeven. Nou, overal waar dat groene puntje verschijnt, heb je een silo. Nou, hier heb je op de BGA is dit. Hier heb je de 4 of 5. Oh, 6 nog. Nou, oké. Okay. Hier heb je de andere BGA. Die, dan gaat hij naar die toe. Nou, die hebben de 3. Nou, dan ga je naar de andere BGA. Bij de kippenboerderij. En hier gaat hij weer naartoe. Dus ja, ik vind het jammer dat hij die grote silo's niet meetelt. Dat vind ik een beetje jammer eigenlijk. Ik zal ook even laten zien wat ik bedoel. En dan zeggen ze van ja, wat bedoel je nou? Nou, we gaan even hier instappen. Ja. Oh ja. Ik heb hier nog niks in. Dit is mijn single player map hoor, trouwens. Dit is geen multiplayer, maar mijn single player. Sorry voor dat. Maar ik heb er nog niks in. Maar in mijn multiplayer is deze helemaal voor. En in mijn single player heb ik er nog niks aan gedaan. Maar deze silo's worden niet meegerekend. Deze silo's worden wel meegerekend. Dit zijn van die gleufsilo's. Die worden meegenomen. Dus deze grote silo's, die twee, die worden niet meegerekend. Dus dat is een beetje jammer. Goed. Want ik moet hem ook nog testen in multiplayer. Het kan best wezen dat hij waar zit in multiplayer. Dat weet ik dus niet. Nog niet geprobeerd. Ga ik nog een keer proberen. Maar ik heb het idee dat hij niet. Want hier heb je de 3 als het goed is. Even kijken. 1, 2. Wacht even hoor. 1, 2. Of hij rekent toch wel. Wacht even, hij rekent er toch. Wacht even. Even kijken hoor. Dit zijn, geloof 1, 2. 3, ja. Hij rekent mee. Ja, dus sorry voor dat. Hij rekent mee. Dus, ik vond het wel een beetje vreemd eigenlijk. Maar hij heeft nou deze silo. En ja, hij rekent dus mee. En die andere twee staan daar. Dus hij rekent de grote silo's ook mee. Sorry voor het misverstand. Goed. Gaan we naar de. Hier komen we zo eventjes. We gaan even naar het fabriekscrypt. Nou, je ziet een overzicht hier. Van de dingen, van de. Ja, van de buildings die je hebt in de dingen. Je bent nou, als het goed is, ben ik nou op de zagerij. En ik switch even over naar de compost.
poster, die is hier. Nou, daar kan je details nog invoeren of kijken, oké, wat zit erin? Wees, dat is, ja, dat is, stro, kan van alles wezen en zo. Dus. Nou, productie 5000 per uur produceert hij. En de productie wat er is, is 3 miljoen. En dit zit erin, dus 37% vol. Dus goed, en dan gaan we even hier naartoe, naar de fabriek. Nou, het groene sipje. Waar je bent. Nou, druk je details in en dan zie je, nou, je bent bij de zagerij. Productie per uur 16.000. Fuel 77, kan 7500 in. En logs kan iets van 60.000 in. Nou, hier zit dan 77% voor en dit is log 20. De productie zie je hier ook. Wooden chips, dus houtsnippers, 16% voor. Bords, pellets, 8000 en er zitten 1333 in en is 17%. Haks, dat zit ernaast eigenlijk. Daar zit niet zoveel in. Of daar zit helemaal niks in. Composten heb je gehad. Kleerwerk, dat zit hier. Liquid manuur kan je brengen. Nou, wordt er water en compost van gemaakt. Dit zit er allemaal in. 4000 productie per uur. En zo ga je verder. Dit is de meelfabriek. Dit is tarwe, gist en rogge. Dat kan je ook zien. Dat staat niet op het kaartje vermeld. Maar dat zit hier onder dat puntje. Onder dat rode puntje is daar, zie je net iets groens. Zit maar 10% in, 5000 kan erin en het is, zit nou momenteel 500 in. Gest, hetzelfde, het zit net onder dat rode puntje hier al. Daar zit niks in. Rogge. Daar zit waardes in. 5000 van 5000. Dat is 100%. Continue. Suikerfabriek. Dat zit hier. Dat ligt ook op. Ga je naar details. Dan zie je. Water is 39%, suiker, dus suikerbieten 0, wat suikerpellets 35%, 1775 van de 5000. De pelletfabriek. Daar is de pelletfabriek. Dat is net zo. Dus van elke fabriek heb je een overzicht. Dan kan je hier naartoe. Daarom de notificatie, als je start, dan gaat hij weer bijwerken. Want in de tussentijd kan je de pelletfabriek of de raffinaderij
hebben voorgegooid en dat moeten dan berekenen. Nou, dit zijn alle fabriekjes die erin zitten. Nou, dat is best heel, heel veel. Die zandkies, vuurgaard, zwijnenvoeten, kartoffellagen toe, slachterij, mistvoeder, nou, heb je krachtvoer, brood, bakkerij, broodwaren, lager, dat is opslag, dat is hier. Dat is hier allemaal, even kijken. Dat is hier. Nee, hier bedoel ik, sorry. Hier is de opslagplaats. Nou, dan kan je ook zien wat daar ligt. Wacht even hoor. Even back. Papier halen we. Kom op, die doet hij thuis. Nou, hier zie je dan, als je hebt wat opgeslagen, dan zie je dat hier in het overzichtje. Nou, alles wat laag is, dat is opslag eigenlijk. In Duits. Lager. Nou, lager. Nou, cementfabriek, lager, krabben, vis, koeschoen, dat is dan hier. Oh, bouwmarkt is dat. Nou, hier heb je de visserij. Nou, dan kan je ook kijken wat daar is. Nou, oké, dat wordt geproduceerd nu. Nou, 100% pellets. 12% nog fuel. Nou, de productie is nou gelijk. Is gelijk gestart. Dus, nou ja, zo kan je door de fabrieken. Dit is de Eierhoofd 2. Nou, de runderenboerderij, dat zijn de schuren waar de runderen staan. Nou, daar kan je ook zien wat er is. Nou, silazen moeten naartoe. Nou, de produceer is runderen, gule, dus mest en mist. Dus, ja. Goed, dit is de fabriekscript. Nou gaan we naar het mooiste, vind ik, van de hele tablet. We gaan naar de HOS Management. Jawel. Nou, je ziet allemaal veld. Dit is veld 1. Er staat ook een groen stipje bij. Zaden. Hoeveel zaden je nodig hebt. Dus als je zegt van nou ik wil tarwe of gist inzaaien. Nou dat is gelijk eigenlijk. Maar wil je koolzaad hebben, dan is dat iets meer. Dan wordt in liters gewerkt. Niet in dingen, maar in ieder geval. Tarwe en gist zijn hetzelfde. Maar weer koolzaad hebben, dat is dan 53,55 liter. Zonnebloem is wat minder. En aardappel is veel meer. Dus zo kan je zien hoeveel zaad je nodig hebt. Maar je kan ook zien op veld 1 hoeveel kunstmest je kan gebruiken. Of wat voor mest je kan gebruiken. Kijk, als je kunstmest gebruikt, dan gebruik je maar 1652 liter. Voelbaar 22. Gewone mest heel veel. En met compost nog meer. Of nee, iets minder, maar in ieder geval de mest. Drijfmest en digistaat zijn hetzelfde eigenlijk. De drie. Hier kan je ook zien hoe groot het veld is. 7,6 hectare. En wat hij gekost heeft. 1,2 miljoen.
Nou, gaan we naar veld 2. Nou, wordt ook opgelicht. Nou, daar kan je ook zien van, nou, wat je wil inzaaien. En dan kan je zo, ja, je kan zo zien hoeveel zaad je moet hebben. Even een slok koffie. Hoeveel zaad je wil moet hebben. En nou ja, dat is, nou ja, de tarwe en gers zijn gelijk. Nou, en hier zijn de zonnebloemen en sojabonen ook. En suikerbieten ook gelijk. Nee, dat zeg ik verkeerd. Zonnebloemen en sojabonen zijn hetzelfde. En mais en suikerbieten zijn ook ongeveer hetzelfde. Bladramenas heb je iets minder voor nodig, maar dat is voor bemesting. Als je niet mest hebt, kan je met bladramenas kan je het inzaaien en als het vergroeid is, kan je het weer omploegen en dan is je veld ook bemest. Goed. Nou, dat is een management. Nou, hier kan je nog wat zien als je futlijzer gebruikt. Nou, wat voor mest? Nou, je kunstmest is voordeliger op het veld om naar uit te strooien. En nou ja, hier zit het 9,8 hectare. En de waarde is 1,5 miljoen. Nou, zo ga je het veld af van wat je wil en wat je hebt. He? Nou ja, dus je hebt nou, elk veld. Nou, ik doe maar een dwarsstraat. Pak even het grootste veld. Het is 45. Daar komt ie. 45. Dat is het grootste veld. Wat er is. Nou, moet je kijken wat de getallen allemaal. Wat je dingen. Dat is niet normaal. Maar ja, is ook 96,14 hectare. En hangt de prijskaartje aan van ruim 15 miljoen. Maar dan moet je even kijken wat je moet gebruiken als je dit veld in moet zaaien. Laat het even door je indringen. Ja, dat is niet normaal. Even kijken, wat is dit allemaal? Oh, dan ga ik zo. Oké, goed. Maar oké. Dit is een soort management tool. Ik pak nou even veld 20. Nou, dat is het kleinste veld. Nou, kunstmest is daar voordeliger om vloeibaar. Je ziet meer kunstmest en drijfmest en digistaat. Ja, is iets meer. En ja, dit heb je nodig. Wat je wil inzaaien, wat je moet gebruiken. Verrekte handig eigenlijk, vind ik. Ik vind dit appje vind ik het mooiste appje van de hele map, van de hele farming tablet, want zo kan je zien. Nou ja, hier staat ook nog calculation value is not matching 100%. Hè. Kan iets naast zitten, kan iets meer wezen, kan iets minder wezen. Maar in ieder geval, hier heb je ongeveer wat er opgaat. Liters geweest, hè? Die liters. Dus ja, dat is even niet wat hier staat. De calculation values is not matching 100%. He, ze kan er iets naast zitten, iets meer of iets minder. He, maar dit is het mooiste tooltje van de farming tablet, vind ik. Dus
Hier kan je zien ja, wat je moet gebruiken per veld. En ja, dat vind ik super tof. Dit vind ik het mooiste appje wat op de farming tablet zit. Goed. Nogmaals, deze wil niet op deze map. Laat ik nog zien. Deze werkt alleen het farming silo systeem van Tech Farming. Als je die hebt, nou, die heb je onder andere in Stappenbach. En in andere mappen zit die ook. Ik weet even de naam niet meer, maar de bekendste is Stappenbach. Nou, daar zitten deze silo's wel in van Tech Farming. Dus ja, dus deze doet het niet op deze map eigenlijk. Of je moet een ding hebben. Ik laat het ook even zien. Oh nee, ik kan het niet laten zien. Anders. Nee, maar hij zit in de mod hub. Dus als je naar de. Als je farming opstaat, heb je carrière, multiplayer en daaronder mods. En daar kan je hem ergens vinden. Dat is een pakketje of een silo die door Tech Farming gemaakt is. En als je die erin zet, dan wordt die. Ja, wordt dat geteld hier. Dus hier heb je niet zoveel aan op deze map. En dan hebben ze deze ontwikkeld eigenlijk. Goed. Ja, je kan ook notificaties en zo. Als er iets is of zo, of wat dan ook. Nou ja, je kan allemaal veranderen. General kan je veranderen. Design kan je veranderen. De apps kan je veranderen. En dat soort dingen. Maar dit kan je allemaal veranderen eigenlijk. Dus. En nou, hier zet je hem gewoon uit. Simpel. Nou, hij zit nog te werken. Het is dus. Hij loopt de hele. Ja, fabriekscript loopt hij na eigenlijk en ik ga weer even naar mijn boerderijtje, naar het opslaatstation. Want hij was vuil. Zo, ik heb hem een beetje hard staan. Ik heb hem, hij was bijna leeg, 50% zag ik. Oh. Ik laad hem even op. De R moet je even indrukken. Nou, en nu wordt hij bijgeladen. Zie je ook rechtsboven. Dus goed. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt aan deze video. Een beetje uitleg hoe de farming tablet werkt in algemeen. Mocht je vragen hebben of is het niet duidelijk of wat dan ook, zet het hier onder de omschrijving eventjes. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Ik ga de deur achter me dicht doen. Als ik eruit kan komen. En moet ik uitkijken dat ik de deur niet voor mijn snuffert krijg. Inderdaad. Dus ik hoop dat je dit videootje leuk hebt gevonden. De uitleg hoe de farming tablet werkt. Ongeveer. Laat iets weten of je hier nuttige informatie had of niet, kan ook.
Laat er een dik duimpje boven, steek een dikke blauwe duim omhoog. Goed, dit was een beetje een uitleg van hoe de Farming Tablet werkt, hoe je het kan gebruiken. Oh ja, dit huisje, ja, kan je kopen in Place Wars. Het is een oplaadstation, dus je kan dat, die Farming Tablet kan je hier mee opladen. Dus hij staat in Place Wars, Place Wars staat hij. Dan kan je hem overal neerzetten waar je wil hebben. Tenminste, waar je hem veel gebruikt. Goed, mensen, bedankt voor het kijken naar dit uitlegje, uitlegvideo, hoe je het wil noemen. Oké, mensen, graag tot de volgende keer. Als het niet duidelijk is, dan hoor ik het wel, of is er iets niet duidelijk. Wat meer informatie of zo. Als je meer informatie wil ik het ook graag horen. Maar als er iets niet duidelijk is of zo, laat het dat ook even weten. Goed, mensen, dit was het weer. Ik zeg bij deze, houdoe, folks.